Aan de Kwepieweg worden de trenten opgehaald. Dit door tussenkomst van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Voor de boeren is dit een hele opluchting. Hun aanplant zal dan minder onder water lopen. Meneer Jairam, aan de Kwepieweg, de weg naar zee, worden er werkzaamheden verricht. Waarom deze werkzaamheden en wat is het belang ervan? Kijk, de regentijd is aangevangen. Sinds gisteren heeft het ook heel hard geregend. En als je geen goede afwatering hebt en je zit met de groenteteelt, dan kan je voorstellen wat zich gaat voordoen. We willen geen ramp hebben, dus we zorgen ervoor dat het water afgevoerd wordt voor de landbouwers. Zijn er veel landbouwers hier in het gebied? Er zijn aardig wat landbouwers hier en zij voorzien de lokale markt van groenten. Dus het zou wel prima zijn als u straks een gesprek hebt met de boeren. Laten zij hun zegje doen, zodat u dan de noodzaak van het werk ook begrijpt. Zijn het alleen deze goten van de Kwepieweg die worden opgehaald of zijn er ook andere? Kijk, weg naar zee is een beetje ingewikkeld. Je hebt delen die onder verantwoordelijkheid vallen van het ministerie van LVV, delen die onder verantwoordelijkheid vallen van het ministerie van Openbaar Werken. Maar één ding moeten we wel in onze mind houden en dat is, we praten over één regering. Dus een of andere discussie van wie wat moet onderhouden, moet niet het nadeel zijn van de boeren. Dat is belangrijk voor mij. Meneer Diego, wat betekent dit voor de landbouwers van weg naar zee, dat de goten worden opgehaald? Nou, het is van groot belang eigenlijk, want als die goten niet opgehaald worden, lopen hun percelen onder water en heb je enorme verliezen. Dus we zijn er heel erg blij mee en we hebben een beroep gedaan namens de vereniging Duurzaam Weg naar Zee, waarvan ik secretaris ben. We hebben de directeur gevraagd van, hey, kom ons een handje helpen, want de regentijd begint. En als we het nu niet aanpakken, dan hebben we grote problemen. En hij heeft ons direct ontvangen en gehoor gegeven aan onze vraag, eigenlijk aan onze roep. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik hoop tegelijkertijd dat OW ook direct zijn deel komt aanpakken. Want ja, zoals je weet, afwatering is ook een taak van het ministerie van Openbare Werken. En LVV is slechts verantwoordelijk voor een deel van de afvoerkanalen. Dus hierbij heeft LVV al zijn deel gedaan en nu hopen we dat OW ons daar een steuntje in de rug komt geven. Maar sowieso is het ook een taak van hun om dat te doen, dus daar rekenen we gewoon op. Om welke gewassen gaat het voornamelijk dat hier geteeld wordt? Allerlei hoor, heel veel soorten, sopropo, antroa, tomaten, kool, bonen, noem maar op. Alle groenten die je maar op de markt kunt vinden. Exportgewassen vooral ook weer, worden hier in het gebied geteeld. Het gaat nu om de Kwepieweg waar de goten worden opgehaald. Is het belangrijk dat ook andere straten van weg naar zee goten worden opgehaald? Natuurlijk, net zoals ik je al zei, van OW heeft haar taken die ze moet volbrengen. Langs de hoofdweg heb je twee kanalen lopen en een paar kilometers verderop heb je ook weer een parallel kanaal die loopt naar Brantimakkaweg. Dus die kanalen moeten ze zo snel mogelijk ophalen. Ik heb ook een toezegging gehad van de directeur dat hij dus werk van gaat maken om die sluisdeuren daar aan te pakken. Want als die ook niet functioneren, kan het water ook niet weg. Dank u wel. Graag gedaan.